Motorige vliegtuigje is eigendom van het Internationaal Instituut voor Luchtkartering, het ITC in Enschede. Het is een fotovliegtuig uitgerust met speciale apparatuur waarmee boven elk gewenst gebied luchtopnamen gemaakt kunnen worden. Op basis van tevoren uitgezette grondlijnen geeft de navigator aanwijzingen aan de vlieger. De luchtfotocamera's zijn geschikt voor alle filmsoorten. Zwart-wit, kleur, ook voor dia's en infrarood. Elk object wordt van 3000 meter hoogte gefotografeerd. Bij een gebied van enige omvang betekent dat vaak honderden foto's. De opnamen worden naast elkaar gelegd tot een fotomozaïek, zoals de vakterm luidt. Voor de stad Enschede had men zo in totaal 1400 foto's nodig. Het zijn onder andere opnamen als deze die door het ITC gebruikt worden bij de opleiding in de moderne luchtkarteringstechnieken van studenten uit de ontwikkelingslanden. Het instituut geeft momenteel onderricht aan 230 cursisten uit 64 landen. Tot de opleiding behoort allereerst het omzetten van luchtfoto's in topografische kaarten. De stereoscopische waarneming van fotografische beelden is mogelijk door middel van tal van daarvoor speciaal ontwikkelde apparaten. Het ITC heeft ten behoeve van het basisonderricht een zogenaamde stereotrainer ontworpen, waarvan er enige tientallen in één zaal staan opgesteld. Van de stereotrainer stappen de cursisten tenslotte over op de professionele apparatuur. Ze leren hier omgaan met de vele uiteenlopende karteringsinstrumenten die momenteel op de markt zijn. Maar luchtfoto's worden niet uitsluitend omgezet in topografische kaarten. Met name voor de ontwikkelingslanden is bijvoorbeeld de kartering van de natuurlijke hulpbronnen van belang. Zo kan men komen tot een inventarisatie van het bosbestand en kan men aanwijzingen krijgen die kunnen leiden tot de opsporing van mineralen zoals olie en erts. Het instituut beschikt over een eigen drukkerij waarin alle typen kaarten gedrukt kunnen worden. Enkele voorbeelden van hydrogeologische kaarten. Een gletsjerkaart. Een bodemkaart. In de laatste jaren is het dankzij de infraroodfilm onder meer mogelijk geworden tijdig zieke bomen te lokaliseren. Op deze opname van een vervuild meertje geven de lichte plekken in het bos aan dat de bomen al worden aangetast. In Amsterdam werden zo bomen ontdekt die door aardgaslekkages waren doodgegaan. De kennis van al deze technieken dragen Nederlandse deskundigen al meer dan 20 jaar over aan studenten uit de ontwikkelingslanden. Sinds een jaar hebben zij daarvoor de beschikking over het unieke instituut in Enschede.